Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin en vandaag heb ik een nieuw indie horrorspel op het programma staan waarin wij een eng huis gaan betreden. Welkom bij Psalm 5, 9 tot en met 13. En oh ja, shout-out naar de Twitch-chat die hierbij aanwezig was. Yo, daar zijn we. Wat de heck is dit? Even zonder grappen, waar ben ik? Het verhaal is dus letterlijk inderdaad, we gaan een huis in. Het meest originele verhaal ooit in voor een horrorgame, we gaan een huis in. En volgens mij is het gemaakt door een Russische kleine indie developer. Of in ieder geval een kleine Russische game studio. Dus ik hoop dat het allemaal gewoon prima is. Maar ja, we gaan het gewoon spelen en gewoon checken. Ik ben heel benieuwd. Ja, het schijnt dus ook heel eng te zijn. Misschien gaat het wel meevallen, misschien ook niet. Maar tot nu toe lijkt het allemaal redelijk normaal. Gewoon een mooi huisje. Met een keukentje en een pizzatje. Wat hoor ik? Ik hoorde iets. Hallo? Is hier iemand? Is hier iemand in de buurt? Wat de heck? Wat ligt hier ook? Dit is een lekkere pasta met balletjes, gast. Ook maar 3 balletjes. Beter karig. Maar nou, top. We gaan wel verder. Deurtje openen. Doe maar. Hallo? Mag die deur open? Gameplay, dat mag weer niet. Ongelooflijk. Moeten we dan terug? Is dit trouwens het huis? Wat een triest huis. Het is letterlijk een keuken. Gaat er nog meer dan een keuken zijn? Ik mag hopen van wel, toch? Moet ik op zoek naar een sleutel misschien? Ligt hier ergens iets? In die doos? Bij het fornuis? In dat kastje hier? Yo, wat zie ik eruit, gast? Holy damn. Sorry, maar zitten mijn handen nou onder de... Wat? Yo, wat is er met mijn handen gebeurd, gast? Holy shit. Ik vind het gelijk een stuk enger of zo, dit spel. Nou, top. Dit is echt grandioos hoe dit werkt. En voor de rest kan ik niks doen. Ik kan een beetje inzoomen met mijn camera. En dat is het. Kan ik dit niet openen? Heb ik een use key of zo? Hoe werkt dit allemaal? Ja, ik... Wat de fuck is dit, gast? Nee, maar even... Ik ben zo aan het zoeken naar wat ik kan doen. Ik zit mijn E-toets S als een gek in te drukken en er zit hier een hoofd in. Wat de heck? Oké. Okay. Nice. Geweldig dit. Hallo. Het is wel een groter huis dan ik in eerste instantie dacht, dus dat is fijn. Oh, ik haat ook... Ik haat wel gelijk deze hele ambiance. Het is wel erg, erg eng gemaakt. Maar we kunnen dus wel met dingen interacten. Dat is iets fijns om te weten. Ook al vind ik dan opeens hoofden in pannen. Dat is minder fijn. Maar hallo. Is hier iemand? Kijk dan. Dat is een kinderkamer lijkt het wel. Misschien moeten we eerst met wat anders interacten. Iets moeten we zoeken. Dat kunnen we dan gebruiken. Oh, dat doosje daar misschien? Of niet? Waarom gaat de tv opeens aan? Hallo tv. Wat moet ik nou met jou doen dan? TV gaat opeens... Oh. Oh. Er liggen hier ogen. Waarom lagen daar ogen? Trouwens, hoe groot ben ik? Oké, dit is niet helemaal oké. Ik wil dus zeggen dat ik echt een hele grote fan ben, want ik stoot mijn kop tegen deze kandelaar aan. Maar goed, we gaan wel doorlopen. Wat hebben we hier? Hallo, daar hangen wat foto's. Het is... Nog een woonkamer? Hè? Hoezo heb je 2 woonkamers naast elkaar? Nou ja, luxe probleem, denk ik. We hebben dus wel iets van een kind... We hebben wel dus iets van een kind of zo, lijkt het. Er ligt die speelgoed. Weer een tv'tje. Oh, er zit hier allemaal bloed. Er zit hier bloed op de muur. Oh, god. En wie is dat dan? Kijk die vet mij aan. Dit is echt een hele enge foto. Hij lijkt trouwens op die grap die we net in die pan vonden. Of ben ik nou gek? Wat gebeurt er? Oh, er wordt geklopt. Hallo? Wie is daar? Is daar iemand? Er gaat hier wel iets helemaal fout of zo. Maar dat maakt niet uit. Hallo? Oh, daar zit iets. Wat is dat? Wat de heck was dat? Dit is echt...
Dit is echt gewoon een spel van... Yo, we knallen wat kamers achter elkaar aan... en we maken steeds wat enge dingetjes in. Is het nou ook trouwens een droom of niet? Want het enige wat deze inrichting van dit huis kan verklaren... is dat het een droom is. En mee... Hey! Oeh, sick! Wat is dit? Videootje. Wat de heck? Wat is dit voor Blair Witch Project-achtige praktijken, gast? Wyoming today, making him the first to visit in preparation for the 2008 general election. Republican President Jack. Wat zie ik? Wat is dit? Kijk, dit is echt gewoon de Blair Witch, gast. Of we krijgen zo meteen de ring praktijken. Dat zou ook kunnen. Dat er opeens zo'n chick met zo'n wit gewaad en zwart haar uitklimt. Dat is echt gewoon een van de engste scènes ooit uit een horrorfilm. Dat is gewoon heel naar. Maar dit valt nog wel mee. Dit is gewoon een grap die een huis checkt of zo. Kijk. Waar kijk ik naar? Nou, ik vind het echt niet leuk. Hij kijkt mij aan, of wat is het nou hier? Jones Industrials gained almost 7. Ik heb geen idee waar ik naar kijk. Dat is het huis wat we net hadden, hè? Wat? Oh, nu is de hele tv naar de Getver. Yo. Fuck dit. Ik ga hier naartoe. Ik ga gewoon doorlopen. Fuck die tv. Kan die tv ook uit? Ja, laat maar. We gaan gewoon doorlopen. Ik denk niet dat we daar wat mee moeten doen, of wel? Kunnen we hier gewoon niet verder? We moeten wel iets met die tv doen! Maar wat dan? Oh mijn god! Sorry, maar ik vind het erg naar. Was dat het? We moesten gewoon naar die vent kijken. Kijk, we moesten gewoon naar die vent kijken. Nu gaat deze deur voor ons open. Loop maar gewoon door. Maakt mij niet uit. Het is een naar spel tot nu toe. Ik weet niet wat ik ook allemaal zie gebeuren. Ik word hier niet heel vrolijk van. Maar goed, hallo. Een slaapkamer, jawel. Dit hadden we ook nog niet gehad, nee. Eens kijken wat we hier allemaal hebben. Een heel... Heel... Dat gaat sowieso een jumpscare zijn, toch? Dat gaat sowieso een jumpscare zijn. Die ogen, die... Een alarm. Hou op! Kan ik jou uitzetten? Hoe laat is het? 4:38. Waarom gaat je alarm om 4:38? Hou op, man. Ik denk toch echt dat ik naar die gat met die rode... Ja, maar wat is dit voor kast, ouwe? Wat is dit? Oh mijn god. Is het nu later geworden? Nee, het is nog steeds even laat. Oh, er gaat daar iets open. Of nee, die deur wordt ge... Huh? Wie zit hier nou weer met die deur te neuken dan? Hallo? Wil je dat niet doen? Wil jij alsjeblieft ophouden? What the fuck, ouwe? En zeker nu achter mij ook. Waaah! Nee, niks. Oké. Okay. Dat was geen jumpscare. Echt, wat een trieste jump... Een zaklamp! Moet ik die pakken? Is die zaklamp voor mij? Hoe werkt dit? We hebben een zaklamp. Oh, nu kunnen we dit enge donkere stuk in. Oh, nee. Oh, nee. Waarom zit het ook aan mijn huis vast? Nou, ik denk eigenlijk dat het niks meer met mijn huis te maken heeft. Dit is gewoon een nachtmerrie. Als dit geen nachtmerrie is, dan weet ik het ook niet meer. Want het is echt een heel onlogisch ingericht... Hoe heet je? Dan waarom? Waarom op dit moment in de... Trouwens, er staat hier echt een heel eng iets. Wat is dit nou weer? Hallo? Ken ik jou? Ga je me laten schrikken?
Oh mijn god, dat is echt zo'n masker van een seriemoordenaar. Hè? Dat is echt zo'n masker van een seriemoordenaar, gast. Oh, moet ik die gaan pakken of zo? Heel naar dat outfitje. Wel een goed outfitje hoor. Goed OVO, goede OV, hoe noem je dat? OV'tje of zo? Ik heb geen idee. Ik probeer ook maar een beetje de jeugd van tegenwoordig aan te spreken met al mijn afkortingen. Oh nee, wat is dat ook? Maar waarom zit dat hier steeds? Waarom zitten hier die nachtmerries? Ah, nu is het ook helemaal stil. Nu is het ook helemaal stil. Wat moet ik nu doen dan? Achter mij staat sowieso iets. Jongen, ik... Oh, nee, hè? Huh? Jongen, dit spel, dat is echt aan het brein neuken. Dat slaat nergens op. En ik weet echt niet wat er gebeurt. En ik vind het allemaal heel naar. Nou, dat bedoel ik dus. Dat grappie met zijn maskertje is zo even... Ja. Nee, hij staat er nog. Wat hoor ik? Er loopt iemand boven. Dit is de buurvrouw die ik hoor. Hallo, buurvrouw. Dit is een beetje net zoals mijn huis of zo. Oké, dat hoor ik niet in mijn huis als de buurvrouw loopt. Wat voor gekke subwoofer heeft die vrouw, joh. Ongelooflijk. En nu? Wat een goedkope jump! Mijn zaklamp doet het niet meer. Mijn zaklamp is gelijk kapot. Ja hoor. Nou, dan gaan we verder. Oh. Iets vrolijks. Een radio. Oh, wat fijn dat we toch nog een beetje een vrolijk stuk krijgen. Kijk. We kunnen radio's aanzetten. Gameplay. Oh, wat is dat? Moeten ze allemaal op dezelfde zenders of zo gezet worden? Wat is dit? We hebben hier een hint of zo. Er moeten 3 radio's moeten een muziekje afspelen of zo. Of zie ik dat verkeerd? Ik zou hier echt, als ik dit langer dan een minuut hoor, stapel idioot van worden. Wat hoor ik? Voor mij moeten ze allemaal tegelijk gaan lopen. En deze mag ik niet verzetten. We moeten even dit gaan combineren. We gaan nadenken. Eens kijken of we deze ook kunnen krijgen. Ik vond het net zo mooi klinken. Het klonk net zo mooi. Het klonk... Wat? Het klonk echt net zo goed. Ik dacht echt even van, yes, dit is fijn. Maar dit is niet meer fijn. Wat? Is het ook een andere kamer? Nee, het is wel dezelfde kamer. Alleen alles is helemaal naar de getver. Waarom staat dat dan nu ook dan? Dat hoofd. Echt waar. Dan krijg ik een hoofd en is het op deze manier. Echt ongelooflijk. Ik had liever een ander hoofd gehad. Nou, goed. Nou, ik snap hier echt de ballen van. Het is echt, wat moet ik hiermee? Kan ik gewoon door deze deur of zo? Kunnen we gewoon ontsnappen? Nee, we kunnen... Niet ontsnappen. Wat dan? Oh, is dat Sinterklaas? Niet schrikken, niet schrikken, niet schrikken, niet schrikken. Hallo, hallo. Nou, er gebeurt helemaal niks. Er komt hier nu een beetje een gek geluid vandaan. Misschien moeten we... Oh, nee. Dit is echt niet een hoofd wat ik nu op dit moment wil. Ik wil andere hoofd. Wat is dit, gast? Wie is dit ook? Waarom krijgen we steeds hoofd? Huh? De kast is omgetiefd. Oh nee. Kan ik hier wel weg? Ik zit vast. Is het wel de bedoeling? Ik mag niet weg. Wat hoor ik? Ik hoor iets. Kutspel, echt waar. Echt. Nou, fijn dat nu wel alles weer weg is. Dankjewel voor die jumpscare. Echt heel erg leuk, fijn. Kunnen de mensen weer lachen om mijn schreeuwtoestanden. En dan hebben we hier de volgende kamer. Wat is dit? Een kinderkamer, of niet? Wat is dit? Wow, wat hebben we hier buiten, joh? Kijk dan, een soort van universum. Allemaal sterren, het melkwegstelsel. We hebben hier To the Moon en Beyond en Into Space. En dan hebben we hier Snowman. Ik weet niet wat dat met de andere dingen te maken heeft, maar goed. Kijk wat we hier kunnen vinden in deze... toch wel... Ja, kinderkamer kan ik dit wel benoemen, toch? Ja. Oeh. Een knuffel. Yo, deze gaat wel hard houden. Sick. Dankjewel. Ik weet niet wat... Oh! Oh, moeten wij een theekrantje gaan vullen? Wat leuk, we mogen een theekrantje vullen met knuffels. Hoe pak ik die? Ja hoor, nog een knuffeltje erbij. Wat gezellig. Ga ik dan bij deze zitten of niet? Hier, ga daar zitten jij. Heb ik die beer ook nodig? Nee, die beer niet. Wat heb ik dan nodig?
Moet ik nog meer knuffels vinden? Of is dit het? Twee knuffels die hier echt op de meest skere manier ooit zitten. Oh, ze moeten op de juiste plek zitten. Wacht even. Wat? Hoe weet ik de juiste plek? Ik denk dat dat de juiste plek is. Hallo. Een andere kinderkamer. Gaat hier nog meer knuffels? Oh. Oh, meneer de gans. Of eend. Wat is het? Ga jij er ook lekker bij zitten? Gezellig, joh. Wat fijn. We maken een kringetje van... Ik hoorde iemand iets verluisteren. Nou, goed. We hebben nog één knuffel nodig, denk ik. Waarschijnlijk gaat hij hier ergens liggen. Oh, laatste knuffel. Waar ben jij? Hopelijk hier in de buurt. Oh! Waarom heeft hij zulke enge zwarte ogen? Dat is geen normale foto van een hond. Dat ding heeft gewoon geen ziel, gast. Wat zo... En we hebben een sleutel nodig. We hebben een sleutel nodig om daarin te komen. Is dat het idee? Zit daar de laatste knuffel in? Wat hoor ik? Ik hoor iets. Daar zit die teddybeer gek te doen. Yo, gast, alles goed met jou? Teddybeer gaat helemaal ham, jongen. Wat de heck? Oh, ja hoor, de sleutel. Easy game. W's in de chat. We gaan hem hier gewoon openen. We gaan hem nu gewoon openen. Dan zit hier waarschijnlijk de laatste knuffel in. En dan gaat dit gewoon helemaal lukken. Let op. Hier. Geen jumpscare. Wat is dat? Oh, oké. Schaapje. Geen jumpscare. Ik zei geen jumpscare. En nu zit er opeens iets bij het raam te kijken. Oh nee, dat is een plant. Maar waarom komt er opeens een rood licht dan? Wat is dit, gast? Nou, hier. Zitten jullie allemaal op de juiste plek, of niet? Ik heb dus geen idee of ze op de juiste plek zitten. Hoe weet ik hun posities? Oh mijn god, wat doe jij? Ik ben gewoon op zoek naar een hint wat ik met die dieren moet doen. Want ik heb ze nu wel in een kringetje gezet bij de tafel. Maar ja, ik weet de volgorde niet. En ik weet dus niet of ik nu de juiste volgorde heb gebruikt of zo. Wil jij alsjeblieft niet zo spastisch doen, dankjewel. Oh, hier hangt gewoon een foto. Jongen, 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 jongen. Oké, okay, bij rood licht is dat de volgorde. Dus die eend en dan die... Wauw, eend, kat, wat is het? Eend, kat, schaap, groen ding. Oké, okay, we gaan het gewoon invullen. Hing gewoon blijkbaar een foto. Ongelooflijk. Dus eend, kat, schaap, groen ding. Dit werkt. Dit moet hem zijn. Of heb ik hem nou... Wacht, is een foto vanaf die kant genomen? Jongen, hoe ben ik hier zo slecht in? Dit is echt waar het meest trieste spel dat ik ooit heb gedaan in mijn hele leven. What the f***, ouwe. Echt. Nou, echt hoor. Ik ging terug om te checken of het wel correct was. Echt waar. Jullie mogen allemaal de touwtiefes krijgen, kutknuffels. Echt, wat een triest spel. Nou, en nu? Is het klaar? Is het over? Is het alleen maar een spel van... Oh, we gaan Melvin laten schrikken. Is dat het enige dat hier gebeurt? Niks. Oh, er ligt hier iets van een hand. Wat ligt hier nou weer? Nou, pak die hand maar. Ik heb geen idee. Top. Zeker de deur nu open gaan het gaan. Mogen we... Oh my god, wat ligt hier allemaal? Er ligt hier gewoon een heel lichaam, joh. Oh, we moeten een lichaam opzoeken of zo. Hier ligt nog een hand. Oh, Christus. Oh, hè. Hoeveel onderdelen moeten we nog vinden? Ik vind het wel echt een heel naar spel, maar ook echt goed... Oh, hier ligt een hoofd. Daar ligt ook van alles, joh. Moet je zien. Wat ben ik aan het doen, joh? Wat ben ik aan het samenstellen? Oh, er ligt hier ook nog wat. Een oog. Dat schaap zit aan het oog, joh. Hoeveel van die lichaamdelen hebben we nog nodig? Het is echt... Wat ik wilde zeggen... Een eng spel, maar ook echt een... Ga jij mij doden? Wat is dit nou weer dan? Wat gebeurt hier? Wat de heck ben jij? Sorry, wat gebeurt hier? Huh? Yo, wat gebeurt hier? Ik sta hier stil, er gebeurt niks. Wat wil je van mij? Wat wil deze gozer van mij? Wat doe ik? Ik ga er langs. Ik ga er gewoon langs. Het boeit mij. Boeit mij. Ik ga er... Ah! Hou op! Ik ren gewoon weg voor die gozer. Zit hij achter mij aan? Oh! Wat wil jij? Hij wil heel graag knuffelen of zo. Wat gebeurt hier, ouwe? Moet ik hem gewoon aankijken? Heel lang.
Ik had hem al aangekeken, maar blijkbaar niet lang genoeg. Nou, top. We kunnen verder. Dat was een gekke knuffelman of zo. Wat de heck is dit spel, ouwe? Dit is echt een gek horrorspel. We kunnen nu wel verder in... wat gebeurt hier nou weer? Waarom vliegt hij hier... Oh, motvlindertjes. Oké, okay, schattig. Oh. Oh! Wat is dit? Gaan we een spiegel bouwen of zo? Ik vond mij een onderdeel van een spiegel. Moet ik hier een spiegel gaan neerzetten? Ja, kijk. We moeten puzzelen. Man weet wel trouwens heel goed hoe hij moet puzzelen. Wel trots op. Hier in de wc ligt ook een stuk glas. Hij doet het wel echt gewoon zonder... Oh, wat naar. Wat zie ik er naar uit? Waarom zie ik er zo uit, gast? Wat is dit? Ik wist dat ik een beetje er verkeerd uitzag. Maar op deze manier had ik niet aanzien komen. Ons hele lichaam is gewoon toegetakeld of zo. Hier ligt trouwens het laatste stuk spiegel. Pak maar gewoon even. Dan kunnen we die spiegel afmaken. Dan kunnen we waarschijnlijk naar onszelf kijken. Een soort van besefmomentje. Kijk. Waar is trouwens mijn camera? Wacht even. Ik bedenk me nu pas dat wij het geluid hebben van een camera, maar we hebben geen camerabeet. Zijn we een cyborg of zo? Hallo? Ik heb mezelf aangekeken totdat ik de dood bij neerviel of zo. Wat is dit? Wat? Ja! Grandioos jumpscare spel. Het heeft laten zien wat ze kunnen qua engine, maar het had totaal geen verhaal. Druk op dat duimpje omhoog als je het hiermee eens bent en een leuk spel vond. En ook nog weer eens zeggen tegen jullie en het is. Doei!